Dag beste kijkers, ook deze week zijn we er met een nieuwe aflevering van het Vlaams Belang. Dat er tijdens de coronapandemie veel is misgelopen, spreekt voor zich. Gisteren stelde het Vlaams Belang een alternatief coronaport voor. Hierover ga ik in gesprek met mijn eerste gast van vandaag, Kamerlid Dominique Sneppen. Dag Dominique. Dag Valu. Jullie stelden een alternatief coronaport op na het zat van de COVID-commissie. Waarom deden jullie dat? Ja, eerst en vooral omdat het een noodzaak is. Het liep eigenlijk al van in het begin fout met die commissie, waar wij een onderzoekscommissie wilden. Daar zei de meerderheid van nee, we willen alleen maar een bijzondere commissie. Dus met een onderzoekscommissie, die heeft de bevoegdheden van een onderzoekrechter. Die kan mensen opvorderen, kan mensen onder ede laten getuigen. Ja, een bijzondere commissie kan dat allemaal niet. Op het einde van die commissie is het dan de bedoeling dat elke fractie afkomt met aanbevelingen, hoe het zou moeten aangepakt worden, dergelijke crisissen. En toen bleek dat de Vivaldi-partijen eigenlijk al afkwamen met een compromistekst, waarop wij dan als oppositie nog enkele wat punten en commas konden aanpassen. En we dachten van nee, zo willen wij niet te werk gaan. We willen wel tot op het bod gaan en daarom hebben wij dan uiteindelijk uitgestapt. Ja, en jullie hebben dus een eigen rapport gemaakt en hij is nu ook af. Wat zijn daaruit de voornaamste conclusies? Ja, het rapport is te lezen op vlaamsbelang.org/rapport. Er staan 84 aanbevelingen in, wat een beetje moeilijk is om dat hier in dit korte tijdsbestek allemaal uit de doeken te doen, maar toch wel een aantal puntjes die voor ons van zeer groot belang zijn. Ten eerste de communicatie. Van bij het begin zagen we al dat die communicatie in de soep liep. Iedereen herinnert zich de late persconferentie met de verschrikkelijke PowerPoint van minister Wilmis. Maar ook de communicatie naar de doelgroepen, naar de zorgverstrekkers, was desastreus. Was er eigenlijk niet. Mensen moesten zelf op zoek gaan naar informatie. Ook transparantie. Waarom worden bepaalde maatregelen genomen? In het begin mondmaskers, nee. Dan een beetje later wel. Op welke wetenschappelijke basis worden die genomen? Dus dat is zeker ook belangrijk. Ten tweede, heel de saga van de mondmaskers. Dat er een strategische stok moet zijn, uiteraard, werd ook aanbevolen door heel wat comité's, waaronder ook de Hoge Gezondheidsraad en zo. Dus die was er niet, werd vernietigd, maar ook heel wat medicijnen, medisch materiaal moet paraat staan voor in dergelijke gevallen. De ziekenhuiscapaciteit. Onze ziekenhuizen werden overspoeld. Er was te weinig personeel. Dat is ook al iets wat al langer aan de gang was door jarenlange besparingen in de zorg. En dan een laatste puntje, maar voor ons toch wel ook zeer belangrijk. Dat is de communautaire lasagne, zoals het in de hoorzittingen dikwijls genoemd werd, de versnippering van de bevoegdheden. In afwachting van de totale splitsing van dit land moeten er homogene pakketten naar de deelstaten gaan, zodanig dat alles op de juiste plaats zit, namelijk dicht bij de bevolking op deelstatelijk niveau. Het zijn al een aantal heel scherpe aanbevelingen. Daarnaast ligt er ook vandaag in de plenaire de beruchte pandemiewet ter stemming. Wat gaan jullie stemmen? Ja, we gaan uiteraard tegenstemmen. We zijn de democratie zeer, zeer, zeer dierbaar. Voor ons is dat wel zeer belangrijk. Maar met deze pandemiewet worden eigenlijk de gang van zaken bekrachtigd. De beperkende, vrijheidsberovende maatregelen worden eigenlijk in een wet gegoten. De regering moet maar spreken over een epidemische noodsituatie en dan wordt het parlement buitenspel gezet. Ja, dat kunnen we zeker niet zomaar laten voorbij gaan. We hebben dan ook 8 amendementen ingediend in de hoop toch nog wat te kunnen sleutelen aan die wet. Want voor ons is de grondwet meer dan een vodje papier. Spreekt voor zich. Bedankt voor het gesprek, Dominique. Ja, graag gedaan. En dan gaan we nu over van het falend coronabeleid naar het falend energiebeleid in onze reportage van deze week met Kamerlid Kurt Ravits. Elk jaar betalen we met z'n allen 1,4 miljard euro via onze stroomfactuur aan kosten die niets te maken hebben met de aankoop van stroom. Elektriciteit en gas zijn opnieuw peperduur. De prijzen pieken en zijn sinds 10 jaar niet meer zo hoog geweest. Wie denkt dat de Vivaldi-regering zich daarom bekommert, die heeft het mis. In plaats van de 3 B's te hanteren voor betrouwbaarheid, beter voor het milieu en de bevoorradingszekerheid, gebruiken de Vivaldi-partijen de 4 D's. Destructief, duur, dogmatisch en dictatoriaal. Achter mij ziet u de kerncentrale van Doel. Deze moet na 2025 worden ontmanteld. In plaats daarvan kiest Vivaldi voor vervuilende gascentrales, CO2-uitstotende gascentrales, die ook nog eens worden gesubsidieerd door de belastingbetaler.
waardoor de factuur opnieuw duurder zal worden. Maar bovendien is Vivaldi ook dogmatisch. Zij kiezen voor grote importafhankelijkheid. Ze willen een onderzeese kabel naar Denemarken, meer dan 500 kilometer lang. Wie zal daarvoor opdraaien? Opnieuw de belastingbetaler. En die zal opnieuw in de energiefactuur terechtkomen, die zware kost. Bovendien is Vivaldi ook dictatoriaal. Vivaldi wil zogenaamd optimaal laadgedrag van de consument. Dat betekent wanneer u thuis komt en u wil koken 5 uur, 6 uur 's avonds, dat niet meer het juiste uur is. U moet uw elektriciteitsverbruik uitstellen. Het Vlaams Belang kiest voor een betaalbare factuur. Het Vlaams Belang wil 6% als btw-tarief voor elektriciteit. Want elektriciteit is een basisbehoefte, is een basisgoed. En dus niet langer de schandalige 21% btw die geldt voor luxegoederen. De conclusie luidt: avec les verts, c'est plus cher. Energie is een basisbehoefte. En het is dan ook tijd dat deze betaalbaar is voor iedereen. Daarnaast moet het volk ook meer inspraak krijgen. Wat ons dan ook bij het tweede thema van vandaag brengt, namelijk het versterken van de democratie. Hierover ga ik in gesprek met Vlaams parlementslid Yves Buyssen. Dag Yves. Dag Valérie. Jij had een drukke plenaire gisteren. Het decreet versterking van de lokale democratie lag voor. Kan je nog eens even vertellen wat er net allemaal in zit? Ja, dat is een soort van verzameldecreet. Er zat heel wat in. Het meest in het oog springende was natuurlijk de afschaffing van de opkomstplicht bij de gemeente- en provincieraadverkiezingen in 2024. Trouwens, onze partij is altijd al voorstander geweest van die afschaffing. Wij vinden dat vrijheid iets heel belangrijk is. Wij houden dat heel hoog in ons vaandel. En daarom vinden wij dat burgers zelf autonoom mogen kiezen en beslissen of zij al dan niet deelnemen aan verkiezingen. Maar daarnaast is er natuurlijk ook bijvoorbeeld de aanpak van de misbruiken die er zijn bij het stemmen bij volmacht. Dat wordt geregeld nu. Men voorziet ook dat de impact van de lijststem in feite geneutraliseerd wordt, waardoor de mensen die zullen zetelen effectief degene zullen zijn die de meeste stemmen hadden van de lijst. Er is ook voorzien dat na de verkiezingen het de lijsttrekkers zullen zijn die in volgorde van grootte van resultaat telkens 14 dagen de tijd zullen krijgen om een coalitie op de been te brengen. En tenslotte is er ook nog een flauwe poging geweest om de burgemeesters iets rechtstreekser te laten verkiezen. U spreekt van een flauwe poging. U heeft dus ook wel enkele bedenkingen hierbij? Ja, ik denk dat de vlag de lading niet dekt bij dit decreet. Want men zegt natuurlijk, het zijn mooie woorden, versterking van de lokale democratie. Maar het is duidelijk dat er toch wel een achterliggende agenda is van de indieners. Bijvoorbeeld bij die burgemeestersverkiezingen ook. Men zegt uitdrukkelijk van kijk, diegene die het zal worden is de man of de vrouw met de meeste voorkeurstemmen op de grootste lijst. Maar het moet wel een lijst zijn die tot de coalitie behoort. En daarmee sluit men natuurlijk uit dat bepaalde populaire figuren toch eindelijk burgemeester zouden worden. Men heeft duidelijk schrik wat er komt te gebeuren in 2024 in steden en gemeenten zoals Ninove, Denderleeuw, waar onze partij zeer sterk staat. En men denkt dan ook van op die manier uit te sluiten dat mensen zoals Guy Daasleer of Christophe Slagmulder burgemeester zouden kunnen worden. Dat is één zaak. Wat mij ook wat stoort, is dat er in feite veel aandacht is voor de machtshebbers, voor degenen die de functies zullen krijgen, maar in feite heel weinig aandacht in het decreet voor de versterking van de werking van de gemeenteraad en de ondersteuning van de gemeenteraadsleden. En dat zijn in feite de reden waarom dat wij ons bij de eindstemming ook hebben onthouden gisteren. Als het aan het Vlaams Belang lag, zou het dus allemaal wat verder gaan nog? Daar mag je zeker van zijn. Ik kom nog een keer terug op die burgemeesterverkiezingen. Voor ons is dat heel belangrijk. Wij willen echte rechtstreekse burgemeesterverkiezingen. Dat er in feite dat inhoudt dat een kiezer het eerste en het laatste woord krijgt. Dat er geen andere voorwaarden zijn. De wil van een kiezer moet gerespecteerd worden. Dat vinden we heel belangrijk. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat er veel meer ingezet wordt op de volksraadplegingen. Dat bestaat nu al lokaal, maar wij vinden dat veel breder zou moeten gaan. Niet alleen over de keuze van de aanleg van een plein op de plaats waar een parking zal gebouwd worden, maar ook bijvoorbeeld voor lokale criminaliteits- of veiligheidsproblemen. Daarover moet ook een volksraadpleging mogelijk zijn. En nog belangrijker, de uitslag moet bindend zijn. Het kan niet zijn dat de gemeentebestuur pas nadat ze de uitslag kennen, beslissen of dat ze iets mee zullen doen of niet. En daaraan gekoppeld
Het is niet echt het lokale niveau, maar we willen ook dat die volksraadplegingen ook op Vlaams niveau zouden georganiseerd worden. Het is duidelijk dat een aantal van onze meerderheidspartijen schrik hebben van de kiezer. En die willen dat niet en die houden in feite de verdere uitrol tegen. Maar dat is een uitdaging voor ons om de komende jaren daar werk van te maken. Oké, bedankt voor het gesprek, Yves. Graag gedaan. En met deze zijn we dan ook weer aan het einde van deze aflevering gekomen. Bedankt om te kijken en graag tot de volgende keer.